Ik heb een podcast, een nieuwe aflevering. Eigenlijk een hele oude aflevering. Het was opgenomen vorig jaar, vlak voor de lockdown. Met een dame naar wie ik opkijk. Ze heeft daar spullen gepakt. Ze is naar het buitenland getrokken met een droom, een doel, een ambitie. Om gewoon haar business te doen. Gewoon het leven te leiden wat zij voor ogen ziet. En ik denk dat het ook in lijn staat met de reden waarom het zo lang heeft geduurd. Dat ik weer wat van mij heb laten horen. Dat ik een podcast had opgenomen. Dat komt dat ik... Ik denk, anderhalf jaar geleden heb ik enorm veel soul searching moeten doen. En een van de vragen die ik mezelf stelde is van... Weet je, wat maakt dat ik me niet kan vasthouden aan één label? Aan één definitie? Want het voelt niet goed. En ergens dacht ik dat ik genoegen moest nemen met een vorm van minnen. Van, oh, blijkbaar moet ik mij dus zo voelen. En ik ga daar later wat meer dieper over in. Want dingen zijn niet zo makkelijk uit te leggen. 1, 2, 3. Want natuurlijk hebben we allemaal wel eens het gevoel dat we ergens geen zin in hebben. En dan ga je toch door. Maar er zit een nuance in van... Wat is het verschil tussen het gevoel van toch doorgaan en dat je er even tegen zit en iets wat nog niet goed voelt omdat je misschien andere intenties erbij hebt. Onderliggende gedachten die misschien niet naar boven komen. Dus het gesprek, waar heb ik het met Valerie over? Ja, vooral, weet je, in het begin hebben we het gewoon koetjes en kalfjes. We praten even bij en ik stel vragen op haar reis. Ze is kritisch naar mij toe. Ze stelt mij een bepaalde vraag van, maar wat wil jij nou eigenlijk gaan doen? Wat voor service wil jij gaan aanbieden? En ik vind het super tof om open met mensen te kunnen praten, want je leert er altijd van. Je luistert, je stelt vragen en er is geen ego in het moment. Er is gewoon van, hey, van mens tot mens, we doen allemaal maar wat. En wat voel jij en wat maak jij mee? En niet dat ik exact hetzelfde leven moet leiden als de persoon met wie ik praat. Maar in alles, als je goed oplet, als je bewust bent, bewust doorgaat naar het leven, dan merk je dat alles tot jou spreekt. Alles en iedereen. Wat je ook meemaakt, waar je ook staat. De kunst is om te leren luisteren. Luisteren, te voelen en vooral ook eerlijk te zijn naar jezelf. En om terug te komen naar mezelf. Bij mij merkte ik bijvoorbeeld dat ik voelde dat ik nam wat op en ik stortte me erop in. Zoals bijvoorbeeld mijn podcast over erotiek. En ondanks dat de gesprekken super tof waren en het is super dope. En ik zou nog steeds mijn eigen feest willen organiseren. Voelde ik dat er iets anders was. En niet dat het beter was. Maar dat ik de potentie heb en de mogelijkheden om een groter licht aan te nemen. En wat begrijp ik om groot licht? Impact maken op meer mensen. Niet dat meer beter is, maar omdat ik wel de capaciteit heb. En ik heb de wil. En ik heb de tijd en de drijf. Ik denk van, waarom dan niet? Waarom zou ik dat dan niet doen? En natuurlijk heb ik mezelf ook de vraag gesteld van, ja, maar kan ik dan niet impact maken door bijvoorbeeld over seksuele opvoeding te praten? Over hoe mannen met vrouwen kunnen omgaan. De ervaring van vrouwen, de ervaring van mannen. Ja, dat kan allemaal. En daar zijn andere mensen die daar helemaal voor gaan. Hoe ga ik dat uitleggen? Het is net als wanneer je topsport wil doen. Tuurlijk kun je gaan basketballen. Maar als jij niet die drive hebt, ook het talent, de natural abilities, om daar gewoon volledig voor te gaan en het maakt je gelukkig en ja, dan heb je de hoofdprijs. Ik dwaal al een beetje af. Waar heb ik nog mee over gehad met Valerie? Ja, je merkt gewoon, ik moet gewoon weer op inkomen. Ik denk dat dit ook is wat ik wil laten zien met mijn podcast en met mijn uitingen. Het is niet perfect. En je ziet op mijn Instagram, het is een reis, het is een groei en we blijven doorgaan. En misschien ben jij nu aan het kijken, heb zoiets van... Doe niet zo raar, man. Blijf gewoon, weet toch, je ding doen. Maar laten we terugkijken over 20 jaar. En wie weet, wordt iemand geïnspireerd om ook wat te beginnen. Ook wat te doen. En precies het beginnen waar je staat. Met de middelen die je hebt. Het hoeft niet perfect. Iedereen heeft zo zijn eigen manier. Ben jij een type die 20 iets opnieuw moet opnemen? Go for it. Besef wel, in alles zit misschien een vorm van angst. Weet je? Wat je misschien weerhoudt. En weet je, we hebben hierin als persoon één leven. En ik voel dat we daar het beste in moeten geven wat... Het beste wat voor jou goed voelt. En de impact die jij wilt maken. En dat is voor iedereen anders. Weet je? Respect voor dat. Wat ik nog meer uitgehaald uit het gesprek met Valerie. Ja, wat kan ik nog meer zeggen? Ja, ze is een superleuke dame. Super tof. Binnenkort ga ik weer eentje met haar opnemen. Want dan zijn we alweer een jaar verder. Bijna anderhalf jaar verder. En waar staat zij dan nu? En dat dan in contrast te horen lijkt me echt tof. Veel luisterplezier. Laat me weten wat je ervan vindt. Excuus voor het lange intro. Like I said, moet nog inkomen. Geniet ervan en ik wens jou een mooie dag toe. Hier komt de podcast. Een tijdje terug. Ja, echt. Super lang geleden. Of super lang. Ja, toch wel weer een tijdje. Hoe voel je? Goed. Ja, heel goed. Ik heb wel even wat heftige weken gehad. Of best, ja, wel vrij heftig. Maar ik ben verhuisd. Ik woon nu in een hotel. Super grappig. En dat heeft me wel echt goed gedaan. Echt, ik ben helemaal weer een soort van happy zelf en voel me goed. Business-wise gaat alles echt
beetje, zelfs een beetje overweldigd hoe goed het gaat nu. Goed, gaat goed. Ja, dat hoe is het met jou? Met mij gaat lekker, chill. Ja? Ik was een beetje laat gaan slapen, maar werd wel vanaf vroeg wakker. En ik lag zo te draaien. En ik denk, ik moet eigenlijk nog niet naar werk. En ik lig nog wel lekker. Toen dacht ik, Valerie, boom. Dat was wel een signaal voor mij. Want dat gebeurt, zeg maar. Ik heb het ding, als ik niet wekelijks gewoon even zit. Om te checken waar ik naartoe ga. Dan heb ik heel snel het gevoel dat ik maar aan het zweven ben. Ja. En dat het me allemaal niet uitmaakt. En dat is inderdaad deze week gebeurd. Ik ben nog niet aan mijn planning toegekomen. Dus dan komt er niet echt wat uit. I'm just living. En dan, dan is dat als gevolg. Dus voilà, dit zit me. Hoe komt dat je moest verhuizen? Ja. Nee, ik wou zelf verhuizen. Vanwege die lockdown een beetje. Toen dacht ik echt dat ik woonde bij een Vietnamese familie. En was prima, super aardig. Maar gewoon, die kamer had niet echt een buitenraam, zeg maar, van raam naar buiten. En het was best wel gehoorig. En ze hadden een klein kind en die schreeuwde dan de hele ochtend. Gezondheid. Die schreeuwde dan de hele ochtend de boel bij elkaar, weet je wel. En ik werd op een gegeven moment helemaal gek. Toen dacht ik, fuck it, ik moet verhuizen. Toen zag ik in zo'n Digital Nomad groep dat er een hotel... vrij was, of nee, niet vrij, er zijn heel veel hotels, maar dat er een hotel was met een sportschool en ik... Heb je ooit koorts? Ja, man. Oh ja, ik ook. Ik heb er nu geen last van, maar wat een hel is dat, zeg. Nou, het is, weet je wat... Tell me. Wat gebruik je? Wat ik gebruik? Zout water voor mijn neus. Ja. Om te spoelen. Dit zit eigenlijk en voor de rest met de jaren heen is het wat minder geworden. Alleen dit jaar is het wat iets erger dan normaal. Maar weet je wat ik, want je hebt die Prevalin toch? Prevalin, die pilletjes toch? Want ik kon echt niet meer ademen op een gegeven moment. En toen, maar die zijn best wel duur, echt €12 per pakje of zo. En er zitten maar 10 pilletjes in, dus dat is elke week €12. Jezus. En toen zei een vriendin van me, ja, je moet bij de Aldi. Dus toen heb ik ze bij de Aldi gekocht. Het is echt 80 cent voor 10 pillen of zo. En ze werken echt super chill. Ja, ik hoorde ervan. Ik ben een beetje anti-pillen, tenzij het LSD is, XC, alles wat mind altering is, denk ik, it's okay. Ja, oké. Zelfs paracetamol, als ik hoofdpijn heb, dan blijft het wel een aantal dagen, meestal 3-4 dagen. Oh, en pas bij de derde dag waar ik zie van, oh nee man, ik kan niet meer zo. Ja, je moet echt wat doen. Ja. Dan neem ik zo'n helftje en denk, en dan voel ik me gelijk beter. Dus het heeft echt effect, paracetamol op mij. Ja. Oké, cool. Maar en toen zag ik in zo'n Facebookgroep dat er een hotel vrij was. En binnen verhuren kamers long term voor $200 met een sportschool, zwembad. Zo. Co-space. Toen dacht ik, ik ging kijken. En toen dacht ik, fuck, ik moet hier weg. Want ik betaalde bij die ander zelfs meer. Dat is wel echt een no-brainer gewoon. Ja, ik betaalde meer en ik had geen sportschool, geen raam. Ik krijg het kind. Je moest ook nog eens los voor je elektriciteit betalen. Niet dat dat heel veel is, maar goed, gezien wat ik nu heb voor minder geld. Ik heb echt niks te klagen. Ja, ik hoop, dus ik zou zeggen, regel je shit en dan... ik hoop je snel te volgen. Ik dacht dat ik je dat inderdaad had dat gezegd, maar... We hebben zoveel gesproken. Ja, maar dat is mijn intentie. Dat zeg maar, ik heb altijd zeg maar weg willen gaan. Alleen ik leefde een ander leven, waardoor ik niet de mentale capaciteit had om weg te gaan, zeg maar. En als ik weg zou gaan, dan was het meer een vluchtgedrag. Van, ik moet weg, terwijl ik gewoon nu goed zit. Alleen, there's more to this world. En ik heb de vaardigheden en de brains. Mm-hmm. En ben ik gewoon van alles aan het regelen. Wat wel in mijn hoofd opkomt, zeg maar, ik ben aan het afronden in mijn hoofd. Ik moet wel elke keer tegen mezelf zeggen, Adil, alleen dit project. Want het is voor de boos. Alleen dit project nog en het is done, want... Het kan altijd meer, altijd beter. En, schrijf je dat ook op? Wat? Alleen dit project? Ik zou er zondag voor zitten om dat helder te maken. Van, weet je, het is gewoon helder. Weet je, om bijvoorbeeld inzicht te geven. Door deze lockdown, de corona, heb ik niet meer les kunnen geven. Ben ik sowieso de helft van mijn inkomsten net iets minder liep ik mis per maand. En ondanks dat voelde ik niet dat ik zeg maar financieel achter het berg ga. Maar gevoelsmatig voelde ik me gewoon goed. Ik heb alsnog gewoon kunnen betalen. Ik heb nog gewoon kunnen sparen.
Het geluk ging niet minder achteruit. Dus ik dacht van, hé, goeie. Weet je, it means I have space in my head. Ik hoef niet meer te doen. Ik moet gewoon nu die tijd gaan opvullen met stappen maken om naar het buitenland te gaan. Dus dat was ook een goed inzicht. Dus ja, inderdaad, het moet nog opgeschreven worden. Dat op werk afmaken. Het feit dat ik dit huis heb gekregen in april, weet je, dan heb ik iets om zeg maar te verhuren. Mm-hmm. Dat is dan ook al wat. Ja, en dan go away, man. En ook die inzicht van een stukje podcast. Want waar ik zeg maar niet voor mijn gevoel een beetje dubbel zat, is dat ik het gevoel had van, ik moet over één onderwerp praten. Terwijl ik niet, ja, ik zit niet in één onderwerp. Ik zijn een aantal onderwerpen, ik denk 3, 4, waar ik gewoon lekker diep in kan duiken. Maar dat kan niet op één podcast. Dat was niet voor mijn gevoel. Mm-hmm. Dat hangt een beetje, voor mijn gevoel praat het niet lekker. Als ik ergens de diepte in wil gaan, dan wil ik de diepte in gaan. Als we het over seksfeestjes hebben, wil ik een seksfeestje hebben. En dan, ik ga daar geen... Ja. Ja, dat denk ik. Is dan moeilijk om daar ineens filosofisch op heen te gaan. Toch? Het is part fun, part thinking en that's it, man. Dus, en toen dacht ik bij mezelf, oké, wat is dat stukje wat me verbindt? En ik dacht, ja, dat stukje hosting. Weet je, het is voor mij niet moeilijk om... En ik heb het eerder gedaan. Het grappige is, ik heb het eerder gedaan, maar zonder bij na te denken. Een vriend van mij heeft een evenement georganiseerd in Antwerpen. Waar hij dus investeerders en startups bij elkaar bracht. En ik help hem jaren altijd met de organisatie. En deze keer zei ik tegen hem van, hey Jay, als je het tof vindt, dan zet ik een podcast voor je op. Ik neem ze op, ik heb de apparatuur. En die zei hij van, ja, maar moet je ze niet eerder spreken? Ik zei, ja, ik heb het karakter, ik kan makkelijk connecten met mensen. Dat is gewoon mijn stages connect. Uh-huh. En ik heb 6 ongelooflijke gesprekken gehad. En ze zaten allebei een uur. Gewoon mensen die gewoon voor alles konden netwerken, maar ze zaten gewoon mij een uur, omdat ze tof vonden met mij te praten. En dat was gewoon ook een heel tof podcast. En toch looking back, denk ik van, ja, dat is dat stukje hosting, dat kan jij bieden als jij, ik noem maar wat, naar Vietnam gaat, je stapt een bedrijf binnen, hey, willen jullie geen interne podcast hebben met jullie medewerkers? En dat gewoon opzetten, trainen, co-host. En toen kwam er nog een toevalligheid. Ik zag op Instagram, dat een profiel werd aangemaakt. Podcast X is lid geworden van Instagram. En op een rare manier dacht ik dat het mijn neef het was. Ik bel hem op, ik zeg, Wes, is die Tori van jou? Hij zegt, hoe weet je dat? Ik zeg, Mos, ik kreeg een inzicht in deze ochtend dat ik moet gaan hosten. En daar, hij zegt, ja man, ik ga mijn apparatuur verhuren. Want hij heeft ook een podcast, maar hij verhuurt ze, zeg maar. Hij verhuurt het apparatuur en zijn locatie. En toen had ik hem dus ook van het trainen van host en het co-host. Hij zegt, bro, dat is de enige service die ik nog niet aanbied op mijn website. Ik denk, ja, weet toch? Dus it's really aligned. En ja, daarmee met jou. Elke keer als ik bijvoorbeeld hoor wanneer video's die ik luister van, hey, get close to the person that is already living the life that you're having, dan kom jij elke keer naar voren. Oh. Ja, serieus. Het is echt heel tof. Weet je, natuurlijk heb je een Tim Ferriss en dat soort, maar het is niet... Ik weet niet wat ze doen. Ik weet wat jij doet. En wat jij doet vind ik tof. En iets wat ook nog vanochtend binnen schoot. En dan ik denk, ja, weet je, verder heeft het gedaan. En jij zegt zelf, ik heb niet zoveel technische kennis. Ik heb namelijk veel technische kennis. En ik weet waar ik ze moet oppikken. Ik denk, Adil, zij kan het... Jou is ook geen reden. Zoals je zei, schrijf het op. Start making those steps. Maar ik hou wel van die waarde exchange. Want anders ga ik heel de tijd aan je broek hangen. Ja, hoe doe je dit? Super tof. Dus toen je dat zei, van I can help. Ik dacht echt, ik had ook nog een ander bedrijf. Dutch in Paradise heb ik opgezet. Wat is Dutch in Paradise? Daarin leren wij Nederlanders om online... wij leren ze skills, laat ik het zo zeggen. Wij leren ze skills. Maar goed, daar zijn we dus... Heel shady, zeg maar. We leren ze skills. We kijken skills. Nee, ja. Video editing, podcast editing, webdesign, content, blogging, whatever. Maar goed, ik deed het met een ander meisje wat ik onderweg heb leren kennen. Daar zijn we dus mee gestopt, omdat wij gewoon... onze communicatie werkt gewoon niet. Zij is echt een compleet ander persoon. En dat is ook weer zo'n inzicht wat ik heb gehad. Ik ga even verder met dit. Dat ik... daar zijn we mee gestopt. Omdat we daar gewoon geen tijd meer voor hebben. Zij heeft het super druk. Ik heb het super druk. En om je op 2 bedrijven te gaan focussen, dan ga je niet groeien. Je groeit niet. Ja. En omdat we met Dutch in Paradise hadden we een beetje het plafond bereikt. We hebben 1 ronde gedraaid.
Maar om op te schalen moet je webinars gaan geven en dit en dat. En dat kost gewoon tijd. Dat kost gewoon zoveel tijd. En toen wouden we ook een business coach gaan inhuren. En toen hebben we alle twee gezegd, we hadden ook wel wat, gewoon wat woordenwisselingen de hele tijd. Dit gaat niet werken. Jij en ik werken niet. En er moet geld in, dat bedrijf. En het kost tijd. En dat hebben we gewoon niet. Dus daar ben ik nu mee gestopt. En sinds ik daarmee ben gestopt, ja, gisteren hebben we officieel gezegd, oké, we nokken ermee, we hebben alles opgezegd. Maar sinds ik daar me niet meer op focus, zie ik dat mijn eigen bedrijf gewoon sky high gaat nu. Weet je wel, ja, het gaat zo goed. Het format wat je ook hebt, past, lijkt me ook helemaal perfect bij het passen, zeker op dit moment. En jij kan altijd nog scale op het moment dat je terug bij op moment dat je echt zou settelen. Ja, ja, precies. Dus we hebben ook gezegd, we hebben nu gewoon voorlopig de stekker eruit getrokken. En we zien wel, misschien pakken we het over een jaar weer op of over een half jaar of whatever. We kijken wel hoe snel het zeg maar gaat bij onszelf. Maar goed, zij heeft dus Active Campaign for Lucy Paradise opgezet. Daar ging het over. Zij heeft Active Campaign opgezet. En toen dacht ik al, ik keek ernaar naartoe, zij zei, oh nee, ik doe het wel. Want ze zag aan mijn gezicht, ja, dat is echt niet, dat is niks voor mij. Ik kan dat gewoon niet, ik heb er geen zin in. En ja, dus ik ben helemaal niet zo heel technisch. Ik kan wel een website maken en zo, dat heb ik allemaal geen probleem mee. Maar voor de rest, kijk, ik heb gewoon geen zin om het uit te zoeken. Ja, dat is ieder zijn ding. Maar ik denk, het format wat jij hebt, Valerie, met de persoonlijkheid die jij hebt, jij hebt alles al wat jij moet hebben. Ik denk het ook wel. En dan kwam ik van de week, thanks dat je dat zegt, maar dat, het is zo raar, want... Zij, ik geef je nu, dit is best wel persoonlijk. Zij is, zij deed podcast manager voordat ik begon. En ik dacht, want ik de eerste heb, die zijn social media. En ik had elke keer dat ik dacht, nee, ik vind niet. Maar goed, wat gebeurde er toen ik switchte? Zij zijn de ene kant naar de andere kant. En dat gaf mij zo'n kutgevoel de hele tijd. Hij zei de ene kant naar de andere kant, wat zei ik? Ik begreep het. Zij zijn de ene klant, dus de ene klant naar de andere klant. Ze had weer een nieuwe klant en dan had ze weer een nieuwe klant. En ik snapte gewoon niet hoe dat kan, weet je wel. En toen ben ik heel erg gaan werken aan mijn mindset. Wat bedoel je precies? Wat bedoel je precies? Dat je niet begreep hoe ze nieuwe klanten binnenkregen? Of ik... Nou, dat begrijp ik wel. Want alles wat zij doet, hoe zij nieuwe klanten binnenkrijgt, heb ik haar geleerd. Dus, en ik dacht, waarom lukt het me nou niet? En toen ben ik gaan switchen in mindset. Van oké, het is helemaal niet... Ik ben haar niet. En dat is ook weer wat ik nu met Dutch in Paradise zag. Zij is... We zijn totaal twee andere persoonlijkheden. Kijk... Hoe zeg je dat? Je hebt natuurlijk je inner cirkel zijn vaak mensen die veel met je gelijk hebben, toch? Mm-hmm. Ze lijken op, je hebt dezelfde humor, je hebt dezelfde... Wij zijn totaal anders. En toen dacht ik ook, toen besefte ik ook, er zijn zoveel meer mensen op de wereld dan alleen degene die haar zijn. En nu, toen ben ik veel meer van mijn eigen persoonlijkheid gaan delen op Instagram stories en ook meer mijn eigen... Echt, heel tof. En je ziet gewoon dat mensen... naar mij toe komen, omdat ze mij leuk vinden. Ja, niet ja, eens ja. Omdat ik kan, maar om mij. En dat deed me dus beseffen dat je eigen... Ja, dat weet ik eigenlijk wel. En dat is precies wat je zegt over dat je moet connecten met mensen die het leven leven al. Maar dat je... Ik besefte in een... Het gaat, natuurlijk gaat het wel om wat je doet, maar uiteindelijk is people het ook... Business mensen kopen, people. Ja! Mensen kopen van jou, omdat ze jou leuk vinden. Ja, en, toen kijk je lachen, besef, zo mooi. Ja, toen ik dat is besef, het een besef van pas, joh? Ja, van echt. Nou, ik denk nu ik ben 2 weken geleden begonnen. Wacht, ik ga even laten zien. Wauw. Ik vind het echt super tof. Alleen maar, dacht, the music only grow more, man. Zoveel post-its. Ja, maar dat heb ik dus gedaan. Omdat ik de hele tijd limited beliefs had met mezelf. En ik heb dus, zeg maar, rijtjes gemaakt. Wauw. Ik ga je allemaal wachten. Ik ben echt enthousiast voor je, man. Maar zeg maar, je hebt een major barrière. Als dat, zeg maar, dat de afgelopen 2 is echt een major barrière. En ja, en daar ben ik dat, dus nu doorheen. Ja, boven dat kan je alleen maar gaan opbouwen. Maar je bent al goed zoals je bent. Je hebt echt een perfect format. Ik kan het niet lezen, ik zie helemaal post-its. Oh, nou ja, in ieder geval, kijk, dit is dus wat ik wil. Dat is vrijheid. En dit is, ja, er zijn een paar op de grond gevallen. Dit is dus waar ik, zeg maar, tegenaan loop. Wat ik dus eng vind. Of waar ik denk, dat ben niet goed genoeg. En dit is wat ik dus 100% zeker weet dat ik al ben. En dan heb ik hier, dus oké, dit zijn mijn leads. Deze komen nog bij me terug. Hier zijn mijn wins. En dan heb ik dit, langetermijnvisie. Dus wat ik uiteindelijk wil met deze, die moet eigenlijk daarbij. En dan heb ik hier gewoon mijn dagelijkse dingen hangen. En toen ik dat soort inzichten gaf aan mezelf, dat ik het allemaal visueel heb gemaakt, toen dacht ik echt, fuck it, ik ben gewoon vet leuk. En mensen komen gewoon bij me terug, omdat ik ben. En je hebt een perfect format. Ik weet toch, wauw, dus 2 weken geleden, ja. Ja, bizar, hè? En sinds ik die mindshift heb gemaakt, gebeuren er zoveel goede dingen. Wauw. Echt de ene klant naar de andere. Ik heb nu vet coole samenwerking met een mindset coach. Zij had mijn story gekeken. Of ik had haar podcast geluisterd. En toen had zij mijn story gekeken. En
Toen zei ze, vet leuk. En we raakten eigenlijk in gesprek over reizen eigenlijk, omdat ik een paar reisfoto's heb. En toen zei ze dus ook, zie dat je een podcastmanagement doet. En ik zoek eigenlijk iemand om me te helpen met een podcast, maar ik wil het eigenlijk nog niet, omdat ze nog geen geld eraan verdient, zegt ze, ik wil het eigenlijk, ik heb nog niet... Ik kan wel iemand inhuren, maar dat wil ik eigenlijk nog niet. En toen zei ze, ik zag je vorige story dat je bezig was met mindset en dit en dat. En ik ben een mindset coach. Misschien kunnen we, voor de time being, gewoon een retainer opzetten van 1 of 2 maanden. Of whatever wat uitkomt voor ons. Dat we gewoon een exchange doen. Mm-hmm. Nou, en toen dat gebeurde, toen dacht ik echt, oh my god, dit is echt. Want ik had ook een post-it gemaakt, ik wil een coach. En toen, echt 2 dagen later, kwam zij. Wow, mooi man. Ja, en nu werk ik dus met haar. En via haar ging ik dus kijken, dat chick die ze ging interviewen. Had ik dus haar story gekeken. En zij vroeg mij toe op Instagram. En zij stuurt me een bericht. Hey, ik zoek nog iemand die mijn podcast kan gaan editen. En ik zie dat jij met Samantha werkt. Toen dacht ik echt, oh my god. Ah, mooi man. Ja, dus dat soort dingen gebeuren gewoon als je je mindset switcht. Dope. Echt blij voor je, man. Ja. Ik laat het nog even laten inzinken, man. Echt heel tof gewoon. Ja, en het is zo bizar, want het gebeurde echt 2 weken geleden pas. 2 weken, ik ben al zo lang weg. Ja, dat is ook een beetje wat binnenkrijgen, zeg maar, wauw. Wat bij mij, dat is misschien wat in mijn verleden heeft tegengehouden, is dat ik zeg maar pas stappen... Ik had dan een plan in mijn hoofd. Maar dan zet ik allemaal tussenstapjes. Oh, pas wanneer ik dit heb bereikt, dan kan ik pas dat gaan doen. En ja. Ik kwam daar pas achter, ik denk wat afgelopen 3 maanden, dat ik ineens een switch had in mijn gevoel van, ik heb niks te bewijzen. Hiervoor deed ik dingen om mezelf te bewijzen. En op een of andere manier kwam de gedachte dat je hoeft niks te bewijzen. En ik had opeens geen zin meer om wat te doen. Want de energie om dingen te doen was altijd om, I'm gonna show them. En ook naar mezelf toe. Het niet genoeg vertrouwen hebben in mezelf. Als ik kijk naar bijvoorbeeld hoe ik aan mijn werk ben gekomen. Ik dacht van, weet je, ik had toen vastgezeten en ik kwam vrij. Heb je vastgezeten? Ja. Waarom? Fraude, identiteitsfraude. Oh. Dat is echt heel erg anders met mijn hoofd. En ik had nog, zeg maar... Ik had geen inzicht in mijn eigen kunnen, geen inzicht in mijn eigen capaciteiten. Dus toen ik vrij kwam, ik zoiets van, hey, weet je, het feit dat ik het niet zag, zullen waarschijnlijk meerdere jongen dat ook hebben. En ik dacht van, oké, hoe ga ik dit doen? Ik begon met allerlei projecten. Eindstand kom ik bij een zorghuis terecht. Ging daar vrijwilligerswerk doen. En ik in mijn hoofd van, oké, ik ga een project voor ze doen. En dan kunnen ze me een baan aanbieden wanneer dat project is afgerond. Nou, het project is niet van de grond afgegaan. En ik had al een vast contract bij ze gekregen. Maar ik had al meteen, zeg maar, naar ze kunnen gaan. En van, hey, dit is mijn waarde. Maar ik had geen inzicht in mijn waarde en capaciteiten. En zo had ik dus heel veel projecten lopen, maar gebaseerd op een tussenstap. Van, ik ga dit doen als een tussenstap. Dat is ook iets wat ik nu als graadmeter meeneem. Van, hey, ga ik dit doen omdat ik voel dat ik dit nodig heb als een tussenstap? Of wil ik dit echt doen omdat ik... Het is gewoon een mooi project aan zich. Dus dat is dan een filtertje wat ik altijd van mezelf meeneem. Dat het toch wel ergens op de achtergrond ligt. Net als bijvoorbeeld dat ik tegen jou zeg van, hey... Ik moet een aantal dingen afronden, zoals dit. Maar dan blijft het bij, want het gaat altijd meer. Want ik zit nu in de flow van het leven waar ik, zeg maar... De Adelso van 4 jaar geleden zou nu een gat in de lucht hebben gesprongen op dit moment. En dat helpt mij herinneren wanneer de dagen dat ik mij minder voel. Denk ik, Adel, is je good? Ja. You're good. Ik heb er ook een TED-talk over. Vertel ik ook mijn verhaal daarin. Hoe dat, zeg maar, allemaal is gegaan. Hoe dat allemaal is gegaan. Dus ja, nu is er ruimte over van, hey Adel, weet je... Go for it. Weet je, je kan gewoon naar het buitenland gaan. Je hebt de vaardigheden. Ja, en wanneer ik jouw verhaal hoor, denk ik van... Je zou op zich eigenlijk al morgen kunnen gaan. Maar ik denk ook dat het goed is om een doel te hebben. Want dat had ik ook. Of in ieder geval een datum of een maand, laat ik het zo zeggen. Waar je dan naartoe werkt. Mm-hmm. Want dan uiteindelijk... Anders blijf ik uitstellen. Want je bent nooit ready. Het is fucking eng. Ja. Maar ik heb meer de andere kant, zeg maar. Ik heb daar geen moeite mee. Ik heb meer de andere kant dat ik, zeg maar, altijd dat ik heb van... ik kan altijd meer, ik kan altijd meer. Bijvoorbeeld de gedachte die oppopte is... Hey, ik ga salarisverhoging vragen bij de manager binnenkort. En het idee ging dan weer door mijn hoofd. Oh, als ik salarisverhoging heb, dan ga ik nog een jaartje werken en nog meer sparen. Dus dat is mijn ding. Het is dan nooit genoeg. Terwijl, klaar
en gaan. Weet je, hoeveel meer wil je voordat jij kan gaan? Dus dat is meer mijn struggle. Dat ik in mijn juist omdat ik voor mijn gevoel nooit wat heb gehad. En heb ik nu, hurting. Ik denk, nee, it served its purpose, now go. Ja, maar ik denk ook dat het goed is om gewoon... Mm-hmm. Ja, ik herken dat wel. Vooral, zeg maar, met geld. Dan, ik heb altijd een geldblokkade gehad. Ik wil altijd meer. Het is nooit genoeg bij mij. Maar goed, nu merk ik echt, ik leef hiervan. Nou, ik denk €600. Je hebt niet meer nodig. Echt niet. Ja. Dus hier heb je alweer een inzet info gegeven. Weet je, wat zijn de gemiddelde kosten van in het buitenland reizen? Weet je, en als je dan zegt, dus €600-700 en dan zit je al gewoon goed. En dan, terwijl je gewoon bezig bent met je klanten, ja, perfect. Want dan, jij kan ervoor kiezen om, zeg maar, de laatste 3 weken gewoon te chillen, te netwerken, enjoying life en doing what you love to do, man. Connecting with people. Ja, want in principe, ik heb pakketten, podcastpakketten van €600. Dus nu heb ik 3 klanten totaal. Maar als ik zeg, ik zou het ook met 1 kunnen doen. Het is niet safe, want als er eentje, als je wegvalt, dan heb ik dus niks. Maar als ik er 2 zou hebben, dan zou ik 2 dagen in de week hoeven werken. Mm-hmm. Nog niet eens. En dan kan ik de rest gewoon ook genieten. En dat is mijn doel. Ik wil gewoon alles opzetten. En dan wil ik het uiteindelijk wel gaan outsourcen, weet je wel. Maar dat kost ook, is ook weer sturen. Ja. Maar goed, als je de goede mensen vindt uiteindelijk met wie je dat kan doen, dan heb je op een gegeven moment een soort van vertrouwensband zo ziek. En dan weet je ook gewoon dat de kwaliteit wordt geleverd. Maar ja, ik wil wel gewoon minder werk uiteindelijk. Ik zeg heel erg wel, met wat ik zojuist hoorde, hoe jij zeg maar die bepaalde inzicht van 2 weken geleden nog hebt gehad. Ik denk dat jij perfect format hebt en nog even niet hoeft te denken aan outsourcen, man. Echt niet. Gewoon dat helemaal uit je hoofd halen en gewoon... Jij hebt zeg maar op dit moment even gewoon een perfect format om de komende 12 maanden geop te teren, te netwerken. En de dag dat je wil outsourcen, heb je gewoon zo'n mooi netwerk om je heen met mooie mensen. Het is gewoon even nu genieten. Maar als dat... Je hebt zo'n major inzicht gekregen, is gewoon even van genieten, joh. Ja. Want het komt alweer terug op wat je zei met geld. Altijd meer. Je bent nu bij een punt en je wilt dan... Enjoy, man. Ja, klopt. Ik moet ook even... Maar dat is ook een punt wat ik weet. En ik ben er ook echt nog niet. Want ik ben nu bijvoorbeeld vandaag voor een nieuwe klant begonnen. En wat zij wil, heb ik nog nooit gedaan. En dan word ik vanochtend wakker. En dan denk ik, holy fuck. En dan ben ik zo gestrest de hele dag, weet je wel. Wat zij doen? Zij interviewt bijvoorbeeld... ze heeft een podcast. En zij interviewt bijvoorbeeld sekswerkers. Wat zijn ze nou nog meer? Engels podcast? Sekswerken, ja. Don't call it daddy. Ja, ze hebben nog niks... Er staat nog niks online, maar ze hebben wel alles opgenomen. Maar don't call it daddy heet het volgens mij. Wel een super tof concept. Maar goed, zij wil dus... zij gaat dus mensen interviewen, bijvoorbeeld sekswerkers. En dan hebben ze een plaats van een uur. Wil ze terugbrengen naar 30 minuten. Oké, dat is op zich niet zo moeilijk. Maar zij wil een verhaal erin. Want zij vraagt gewoon vragen. Het is helemaal niet zo moeilijk. Want nu ik het hardop tegen jou zeg, denk ik, fuck, je moet gewoon luisteren. Luister gewoon die hele episode een keer. Schrijf op waar ze het over heeft gehad. En zet het dan in verschillende volgorde. Maar goed, zie je? Nu zeg ik dat. Het is weer zo'n inzicht wat jij in mij nu op door nou, met jou te praten. Mag ik je nog eentje meegeven? Jij bent de perfecte persoon daarvoor. Net als hoe ik met jou die podcast heb opgenomen. En ik kreeg de inzicht van, hey, ik ben hier met Valerie de diepte ingegaan. Omdat ik vanuit... mijn eigen referentiekader van... hey, dit is iemand die met tegenslagen naar het wereldje is gekomen. Jij bent zeg maar erin gerold. Jij kijkt er helemaal anders naar. Jij bent dé persoon ervoor. Zeg maar, als zij het zou uitgeven aan iemand anders... die bijvoorbeeld heel conservatief is... die zou misschien net de andere dingen eruit halen. Jij bent dé persoon om gewoon te luisteren... loslaten en gewoon van... hey, dit is wat ik eruit heb gehad, man. Je bent dé persoon ervoor. Maar zij zei ook, want ik had een beetje gekut met die... gefokt op met... Ik had echt zo'n kut moment met die tijdzone. Want ik had heb ik zo'n probleem met AM, PM, whatever. Dus zij zei 12 uur AM. En toen zei ik, ja, is goed. Dus toen dacht ik ook, het is middag bij mij. Toen was het dus 12 uur 's nachts bij mij. Maar ik dacht, ik wil niet, zeg maar... 2 of 3 uur van tevoren zeggen... Nee, sorry, het is 12 uur 's nachts. Ik doe het niet. Dus toen zat ik daar om 12 uur 's nachts, echt met zulke oogjes, luisterde naar haar. En toen zei ze, ja, dat ze dat wou. En toen, ik voelde al een soort van paniek in me opkomen, of niet paniek, maar toen dacht ik, oh fuck, dat heb ik nog nooit gedaan, maar goed, hè. Er is altijd Google en er zijn altijd mensen om je heen met wie je dat kan vragen. En toen vroeg ik, ja, waar gaat het dus over? Want ze had niks gezegd waar het over ging en ik kon haar ook niet vinden.
En toen zei ze, ja, ik ga mensen interviewen, sekswerkers. En ja, waarom onthoud ik alleen maar sekswerkers? Maar dat stukje van die klik. Van die mensen die zei, en ze ging nu iemand interviewen die, of dat is waar ik nu mee bezig ben, zo'n chick die heeft... drie kinderen bij verschillende mannen. Oh. En die is bedrogen. En toen uiteindelijk is ze in de prostitutie gekomen. Maar in ieder geval, dat is dus haar hele verhaallijn. En we waren dus in gesprek. Maar normaal doe je zo'n gesprek gewoon een half uur, 20 minuten. Zij zegt wat ik wil. Ik zeg nee, dat kan ik niet. Of whatever, dat kan ik wel doen voor dit bedrag. En het bleef maar een uur. En zij zegt, ik vind het zo fijn om met je te praten. Ze zegt, je begrijpt het echt. En ik zei, ja. En omdat jij dat nu weer ook zegt, toen dacht ik echt, ja, dit is ook wel echt wat zij gaat doen. Is wel echt iets wat ik ook... Ik zei ook, ik wil dit sowieso. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik zeg, ik wil het gewoon proberen. Als het niet werkt tussen ons. Of als ik niet het gewenste resultaat lever, is het ook prima. Maar ik wil gewoon... Ik vind het super tof. Ik vind dit echt tof. Ja, het is echt perfect. Wat binnen schiet, en misschien doe je het al. Heb jij een overzicht van haar vragenlijst? Of weet je wat haar doel is? Wat zij wilt bereiken met die podcast? Zeg maar. Heb je helder in je hoofd wat haar punt op de horizon is? Nee. Zeg maar, een beetje. Zij wil gewoon... Nee, eigenlijk niet. Toen jij haar sprak, dan had je 1 die kleine oogjes. En 2 nog die shock van, is dit de eerste keer? En nu dat allemaal weg is gevallen, kun jij nu naast haar gaan staan van... Hey, vertel mij wat je aan de horizon ziet. Want jij bent niet geblokkeerd door ego. Jij bent niet conservatief. Je bent heel open, free spirit. Dus dan kun jij, met jouw kennis, kun je vragen... Hey, wat is het nu? Net als een architect. Jullie kijken naar een open ruimte en wat is het wat je wilt? En daarin, zal het de eerste keer misschien niet... Maar daarin, weet toch, jullie relatie dan op een gegeven moment... Na 10 episodes, dan voel je van oké. Maar dan hoor je ook aan haar. Want misschien is zij een persoon die gewoon... super fucked up is met vragen stellen. Kan ook. Misschien is het gewoon niet helemaal geen goede host. En dan komt Valerie. Hey, ik ga je host training geven. Extra service. Ja. Hey! Ja. Dus you're the perfect person. Ik ben zo blij voor je. Echt heel tof. Ja, thanks. Ik moet zeggen, ik vind het ook echt zo'n fijn... Hoe zeg je dat? Ook voor jou, want waarschijnlijk denk je... Ja, jij connect met mij. Maar ik vind het ook fijn om met iemand te sparren... die ook mij weer een beetje verder helpt, of zo. Snap je wat ik bedoel? Net zoals dit. Dit is zo'n vraag waar ik nog helemaal niet over na heb gedacht. Omdat ik een soort van blokkade angst zie in mijn hoofd, terwijl die angst helemaal niet relevant is. Want als ik het opvoek, dan voel ik het op. Saint Ver zegt dat heel mooi. Is als hij aan iets begint, weet je, of het de eerste keer is of niet, dan kijkt hij wat hij eruit haalt. En hoe ik gewoon dit hoor... Als jij jezelf 10 podcast-episodes geeft en die persoon van... hé, we gaan dit even voor 10 episodes doen... dan heb jij gewoon 10 episodes de tijd om... dan zit je niet met, het moet de eerste keer perfect zijn. Nee, weet je, dit is wat ik denk, een ruwe schets. Ja, ruwe schets, wat vind je ervan? Want het is nog niet publiek. Wat vind je ervan? Wat je gevoel, toch? En you're the perfect person. Ik zou gewoon echt nog na die 10 episodes al denken van... wat kan je gaan upsellen? Want jij gaat horen waar zij tegenaan lopen. En wat zij niet heeft, wat jij wel hebt. Jij hebt... ook kennis van andere podcasts, andere hosts, andere stijlen, andere manier van praten. Ja, ze vroeg wel ook of ik, want ze heb, wat deed ze nou nog meer? Ze heb een hele lijst genoemd met dingen wat ze had gedaan. En toen vroeg ze ook of ik mensen wist over de drugsverslaafden en dat soort dingen, allemaal aan bekende mensen. En nu jij dat zegt, toen dacht ik, misschien kan ik ook een beetje guest management voor de gaan doen. Ja. Maar ook gewoon puur coaching van, weet toch wat? Kijk, zeg maar, je hebt de vraag nog niet gesteld. Wat is jouw punt aan de horizon? Misschien wilt ze iets bereiken en dan wilt ze een bepaalde gast hebben. Denk je. En dan ga je met haar erover sparren. Je geld. Ja. Je bent van waarde, man. Je bent de perfecte. Ik zou niet kunnen bedenken iemand anders die een podcast over sekswerk zou kunnen editen dan jij, zeg maar. Nee, ja. You're perfect, man. Perfect. Echt ik vind het ook... Toen ik ook net ernaar luisterde, toen dacht ik echt, dit is ook wel echt... Ik vind het ook super... Soms heb ik een podcast en dan denk ik... Ik luister wel, maar ik luister ook eigenlijk niet. Ik edit gewoon. Maar bij dit luister ik echt, omdat ik het super... Ik vind haar verhaal interessant. Ik denk dat het ook mooi is om dit mee te nemen in je storyline. Want je kunt... Want dat heb ik nog niet teruggezien. Werken met klanten wat jou plezier geeft. En ik denk dat nu... Jij hebt dat in zich gekregen. Nu komt zij op je pad. Ja, ik denk niet dat je vanaf nu... Als iemand op je pad komt van... Ik wil natuurlijk, je moet je geld maken. Maar als je echt wel gaat luisteren, wat heb jij mij te brengen? Want je bent aan het buitenland omdat je een bepaalde vrijheid wilt. Vrijheid betekent ook, zeg maar, te werken met wie jij wilt werken. En niet dat het voelt als werk.
Ja. Maar het is met die podcast van, want dat is van die coach. En zij is gewoon wel tof, maar zij heeft... Het blijft allemaal een beetje hetzelfde, maar dan met verschillende mensen. En dat is dan op een gegeven moment is het gewoon wat saaier, denk ik. Zo zie ik het. Het is prima, maar het is gewoon wat saaier. En inderdaad, toevallig... Ik hoor daar een opportunity voor coaching vanuit jou naar haar. Ja, misschien wel. Maar zij coacht mij nu, dus laten we daar even... Ja, maar keep it in the back of your mind. Na die 3 maanden. Ja. Want zeg maar, ik zeg eerlijk, hoe ik hoorde van zij gaat jouw mindset coachen. Val, zij gaat jou niks vertellen wat jij niet al weet, zeg maar. Klopt. Nou ja, ik heb nu 1 sessie met haar gehad. En zij vertelde me inderdaad dingen. En dat kan ik tegen jou ook wel zeggen. Als ik zou moeten betalen per maand, zou ik stoppen, denk ik, na een maand. Want wat ik uit de eerste sessie heb gehaald, is wel... Ze gaf me wat dingetjes, wat ik eigenlijk wel weet. Want ik heb bijvoorbeeld heel veel angsten. Ik ben bang om te falen. Ik heb altijd het gevoel dat ik het niet kan. Dat ik niet goed genoeg ben. En dat ik uiteindelijk niet slaag in het leven. Maar, of dat ik geen podcast kan editen. Snap je, dat zijn stommiteiten. Maar die angst is excitement. Oh, en, ik heb een andere term daarvoor geleerd. En ik heb misschien niet waar je naartoe gaat. Maar reframen. Zeg maar, wat is dat? Nou... Wat wel eens gebeurt bij sommige mensen, wanneer je angst hebt, en natuurlijk krijg je dan zeg maar de theorie van verander het in excitement. Tuurlijk, theoretisch snap je het. Het is dezelfde energie, het is excitement. Maar ervaring-wise voel je nog steeds angst. Ervaring heb je al die herinneringen en geheugen en je hebt nog niks aan excitement. En met reframen is, je ontkent niet meer wat er is, want het is er gewoon. Je angst einde. Wat ik bedoel met reframen is, je zegt bijvoorbeeld angst om iets voor het eerst te doen. Ik zeg reframen. Juist dat maakt dat jij selectief gaat zijn met wie je gaat werken. Juist dat zorgt ervoor dat jij nu gaat zoeken naar die excitement. Zeg maar alleen maar weten dat angst excitement is, je hebt nog niks aan vasthouden. Dan ga je zeg maar forceren om... Nee, dat angst zit er gewoon. Het zit er gewoon. Dat gaat waarschijnlijk ook nooit meer weg. Maar gebruik als fuel, als in ik ga alleen maar werken. Met mensen bijvoorbeeld nu, die podcast die je nu voor het eerst gaat doen. De angst is er. Je twijfelt misschien nog, maar je vindt het leuk. Je hebt er wat aan. Dus, en je leert ervan. Ik ben super excited. Voilà. Ik ben zo excited. Dus, je hebt niet bewust van angst heb je excitement gemaakt. Het is niet iets wat je bewust hebt gedaan. Dat is wat ik bedoelde. Dat, tuurlijk een theorie, maar er zit een bruggetje wat men niet bouwt, zeg maar. En dat bruggetje is, het is er gewoon. Ja. En wat er nu uit is gekomen, is dat je nu gaat werken met klanten die je wel tof vindt. Als je toch al door die angst heen moet, ja, dan kan ik dus goed doen iets wat ik wel leuk vind. Ja, precies. Dus daarom zeg ik, zij gaat jou... Thanks voor het inzicht. Ja, zij gaat jou niks vertellen wat jij niet weet. En het is leuk, die value exchange. Maar Val, ik kijk echt naar je op. Echt waar. Oh, echt thanks. Heel tof, man. Het feit dat die dame op je pad komt, je bent al in het buitenland. Echt heel tof. Echt waar. Van het moment dat ik je page volgde, nou, echt heel tof. Thanks. Ja, maar ja, ik denk wel ook al... Ik heb nu een retainer voor haar met 2 maanden voor die app, voor die podcast. En ik denk op zich dat het fijn is voor mij dat ik iemand heb die... Ook al weet ik wel wat ze zou zeggen, dat ik iemand heb die me een soort van... Ja, gewoon kalmeert in de zin van... Oké, en zij is ook gewoon... Ze is 33, ze heeft echt de hele wereld over gereisd. Ze heeft nu een mindset life coaching business. Ze doet retreats in Marokko. Zij is een beetje wat jij met mij hebt, heb ik met haar. Zij is gewoon steady in haar leven. Zij gaat naar Burning Man. Zij doet retreats. Nou. Doet coaching. En toen vroeg ze ook, ja, waar wil je naartoe? En toen zei ik, ja, ik wil eigenlijk gewoon... Ja, stom, ik wil eigenlijk gewoon jouw leven. En toen zei ze, nou, dat gaan we doen. En dat is zo fijn als iemand dat zegt, weet je wel. En ze is nog best jong. Ze is 33, dus... Ja, en je levelt met haar. Of ik level met haar, omdat we alle 2 gereisd hebben. Zelfde plekken bezocht. En ja. Ja, ik denk dat zij op een gegeven moment naar jou gaat kijken. Ze gaat jouw leven willen vooral. Ik ga niet voor jullie gaan, man. Mijn leven is fijn, maar... Nee, je hebt een bepaald fundamenteel inzicht gekregen 2 fucking weken geleden. Waar de fuck heb je het over? Je hebt nu al een eerste klant waar je zeg maar heel excited over bent. 2 weken geleden. Ja. Waar hebben we het over? You real good, man. Echt waar, nou. Ja, nee, ik ben super excited nog voor jou, man. Ja, thanks. Ja, ik weet niet ook. Het is zo stom dat...
ik weet wel dat mindset, want jij bent volgens mij heel sterk in je mindset. En dat ik heb dat, ik ben altijd een beetje wankel geweest. Omdat ik weet ook niet waar dat vandaan komt, maar ik ben altijd wankel geweest. En door dat te switchen, zie ik gewoon, toevallig stuurde net iemand, net voordat ik met jou op gesprek ging, stuurde iemand een, had me toegevoegd. En dus ik reageerde op haar van, ze had me alleen toegevoegd. En ik reageerde op haar van, hey, blablabla. En toen zei ze, ja, ik wil mijn podcast reload, of ik wil een podcast opstarten. Maar ik heb ook zo'n service dat ik help mensen met het opstarten. En toen zei ze, ja, ik wil eigenlijk iets opstarten. En toen kwam ik jouw profiel tegen en super tof allemaal. Maar dus ik zei, oké, cool, hoe ver ben je al? En toen zei ze, ja, helemaal niet zo ver. Maar ik was eigenlijk van plan om nu naar bed te gaan. Maar zo kunnen we morgen een gesprek inplannen. En toen dacht ik echt, zie je nou? Het gebeurt gewoon. Oh, en dat zijn. Je zei net iets en ik hoor je en ik ben super excited voor je. Maar ik ben tegen mijn vader, ik ben super sterk in mijn mindset. Dat stukje reframen is dat wat ik toepas bij mij. Als ik zeg maar heel bland mijn emoties, zeg maar mijn gedachtes, dan voel ik een stukje gezonde jaloezie. En jaloezie heeft meestal een negatieve connotatie. Wat haal ik eruit is dat ik gewoon de dingen moet doen, gewoon even naar een planning moet kijken van oké, wat kan ik nu al doen zonder tussenstap? Wat voel ik nog meer? Ik voel inderdaad dat ik moet gaan kijken, heb ik die projecten nog wel nodig? En waar zit dat vandaan? Het is dat stukje reframe wat ik altijd doe. Het is er gewoon. Mijn angsten zijn er, mijn twijfels zijn er. Maar dat is het ding met angst, is het levert je altijd wat op. Het heeft je wat opgeleverd. Het feit dat jij zeg maar twijfelt over dingen, is jouw survival mechanism. Het is net als dat je zou zeggen van, hey, je hebt altijd gegeten met je mond, want zo heb je overleefd, en nu moet je maar eten door je neus. Nee, dat werkt niet. Je gaat altijd eten door je mond. Je zult dat al hebben. Dus is in dat sterke mindset, het heeft niks met, want zeg maar, wanneer je zegt sterke mindset, dan tegenover staat zwakke mindset. Dus op het moment dat de dingen niet lukken, dan ga je default naar, oh, dan ben ik zwak geweest. Terwijl ik zeg van, nee, het is er altijd gewoon al. En bijvoorbeeld nu, ik heb dit gesprek met jou, ik voel het opkomen. En wat de output is, in plaats dat ik ga, ik doe niet mijn best. Ik moet even step up mijn game. Ja. Dus het is er altijd. Dus net als met jou, wat er nu net hebt, gewoon werken met de klant die je wilt, is dit niks met sterk te maken. Het is gewoon, het is er. Ik ben wie ik ben. Ik heb niet gekozen voor dit lichaam. Ik heb niet gekozen voor mijn geschiedenis. Er zijn dingen waar ik gewoon geen invloed op heb, wat me is overkomen. En het is er gewoon. Wat ga ik er nu mee doen? Ja. En wat de mens van de buitenkant zien is inderdaad sterke mensheid, je bent resilient, maar dat is de buitenkant. Dat is de label die aan de buitenkant wordt gegooid. Het is net als wat jij meemaakt in de wereld van erotiek. Mensen willen labels hangen aan dingen, maar een relatie tussen twee personen, zij weten wat het is. Wat voor label de persoon eraan hangt, is niet de label dat die twee personen eraan willen hangen. Dan hebben ze zoiets van, ja, het zal wel. Dus terugkomend, het heeft echt niks met sterke mindset te maken. It is what it is. Een houtblok is een houtblok, man. Een houtblok gaat niet echt zeggen, ik ben een sterk houtblok. Nee, ik ben gewoon een houtblok. If you do this long enough, I just break. Ja? Ja. Klopt. Dus just reframing, man. Klopt. Maar wat wil je gaan doen als je zeg maar hier bent? Of niet hier bent, maar gewoon. Wat ik ga doen nu na dat gesprek met jou. Nu naar mij, maar wat voor service wil je gaan aanbieden? Nou, wat wil je gaan doen als freelancer? Onder andere dat stukje co-hosting, maar nu dat ik jou heb gesproken. Ja. Ik denk allemaal precies dezelfde services met het coaching, consulting. Ik hoor dat verhaal van die vriendin van jou die met mindset coaching de wereld over reist. Ik heb daar een beetje afweer van, mindset coaching. En ik heb liever voor mijn eigen gevoel, ik weet niet waar dat vandaan komt, moet ik ook nog even onder de loep brengen. Maar in ieder geval dat stukje podcast co-hosten. Het ideaal beeld is op het moment dat ik naar het buitenland ga, is dat mensen omheen kan ik gewoon helpen. Maar dan kan ik bedrijven binnenstappen. Want ik connect makkelijk met mensen. En dat heb ik al eerder gedaan. Je hebt een aantal. Net zoals ik nu bij het zorghuis ga doen. Het is een bedrijf. Communicatie-wise loopt het niet lekker. Middels een podcast wil ik daar een oplossing aanbieden. Dus zo doen we eigenlijk. Oké. Okay. Dus heb kan je ik... erover, heb je erover nagedacht dat bijvoorbeeld Vietnam... kijk, Nederland heeft een... Europese landen hebben natuurlijk een sterke economie. Of in ieder geval, geld is geld. Maar bijvoorbeeld als je naar Azië gaat en je gaat dat doen, dan werk je dus voor kut. Ja. Wat je ook zou kunnen doen is... toevallig weet ik een meisje die dat heeft gedaan in Saigon. Ze is nu gestopt. Maar, hoe noem je dat? Workshops gaan geven. Ja, bijvoorbeeld. Ik kan die producten allemaal gaan uitbreiden.
Wat het eerste wat ik heel concreet ga doen, is ik ga die website, van mijn persoonlijke website, ga ik al gewoon. Ik ben er nu. Ik heb nog een aantal doelen voor deze komende 90 dagen, maar daarna is mijn website en dan ga ik die services erop zetten. Want het staat er gewoon. Ik hoef niet. En dat is een stukje dat blokkade wat bij mij past wanneer ik mijn podcast af heb. Dan ga ik mijn website afmaken en dan gaan mijn dingen erop. Dus in dit gesprek is die blokkade naar voren gekomen. Dus dat gaat er ook gelijk op. Dus ja, dat eigenlijk. Ja, dit gesprek heeft mij cool. geholpen. Ja, cool. Ik denk ook echt dat je als je. Want je hebt natuurlijk wel ook al een Instagram-account. Maar dat heb ik wel gemerkt. Dat bijvoorbeeld een Instagram-account. Want een website, serieus, geeft geen geld. Nee, true. True that. True that. En ik denk gewoon dat het al. Thanks for the reminder ook even. Net voor. Ja, want ik dacht, ik heb zoveel tijd besteed aan mijn website. En nu kijk ik en dan denk ik echt. Eén, ik ben nog niet eens blij. En dan denk ik, moet ik het echt gaan veranderen? En dan denk ik, nou, dat. Ik vind het, ik vind het wel hebben. Ik vind Susan Charmes hebben, man. Ja, ja, ik ben niet. Ja. Hij is natuurlijk niet Slick Rick en Gary Vee website, maar het is Ja, hij is niet verkeerd. Nee. Maar goed, ik ben niet helemaal tevreden. Ik ben er gewoon niet helemaal tevreden over. Maar goed, ik ben me er ook heel van bewust dat ik er wel weer een website maken kost gewoon fucking veel tijd. Mm. En dan ben ik weer 2 dagen kwijt, wat ik ook gewoon kan investeren in Instagram of whatever, LinkedIn, Facebook, ja, dat soort dingen allemaal. Want hoeveel mensen gaan er nou letterlijk naar je website? Ja, misschien 20, maar goed. Uiteindelijk geeft dat geen geld. Maar Instagram, dat je voordat je weggaat of zo, zou je gewoon al wel echt een echt moeten netwerken met je service. Ik ga dat. Dat is echt iets waar ik nu achter kom. Even kijken, vorige maand, zeg maar, ik werk in doelen van 90 dagen. De kwartaal was dat het eruit moest komen dat ik mijn podcast gewoon klaar moet hebben. De containers moeten klaar zijn. Reserve Passion, Serious Reflect. Wat ik eraan ga toevoegen, denk al deze maand, is dat stukje al op Instagram. Van inderdaad, er is een mogelijkheid om trainingen te geven, om te vertellen over podcasts, om te vertellen de know-hows en how-to's. Nu komt het ook naar boven. Dat is zeg maar het ook een nadeel. Ik ben altijd heel technisch geweest. En niet doorhebbende dat ik snel leer. Dus wat er gebeurde als soms mensen me vragen stelden. En dan heb ik al heel snel, of ik had heel snel van, ben je dom of zo? Hoe weet jij dat niet? Omdat ik dacht dat iedereen dit wist. En ja. Wat nog een nadeel, kijk, dat heb ik natuurlijk, krijg ik dan backlash van vrienden om je heen van, fuck, natuurlijk weet ik dat niet. En ik heb heel van, waarom niet? De informatie is er. Wat er nog is gebeurd, is dat, zeg maar, de kennis die ik dan heb ik zoiets, had ik zoiets. Ik heb er volgens mij ook nog nooit over gesproken, dus I'm thinking out loud. Hier zit geen waarde in. Het is echt sinds de afgelopen, denk ik, de afgelopen 5-6 weken, dat ik van, nee, ja, er zit waarde in. Sommige mensen wat jij aangeeft, je vindt het niet leuk om in dingen te trekken. Ik vind dat, het gaat helemaal automatisch bij mij. Ja, man. Ja, maar dat is ook echt zo, dat je gewoon, daar heb ik ook gemerkt, want ik deed natuurlijk eerst social media, en letterlijk alles kan je vinden op internet. Google is echt je beste maat. En YouTube. Maar gewoon, mensen hebben geen zin om te gaan googlen. Mensen hebben geen tijd om alles uit te zoeken op YouTube. En whatever. Dus alle kennis die je hebt is wel waarde. En dat is ja precies wat je zegt. Je moet het even zelf zien. Maar die dingen, vaak denk je vanzelf van niet. Nee, maar het is wel zo. Het voelt soms aan als iemand zegt van, hey, ja, weet ik veel. Iemand geeft je compliment omdat je er bruin uitziet. Ja, ik ben zo geboren. It's nothing new, zeg maar. What do you mean? Zo voelt het. Ja. Dus, en dan moet je nu een website. En zo, kijk, dat is dat verhaal wat ik heb. Een website gaan opzetten van, hey, ik bied bruine kleur aan. Ja, ja, ja. Dus daar, dus hoe ik met je over praat, denk ik van, ja, Adil, dat is gewoon een blokkade die ik heb. Adil, je hebt die kennis. Het is er gewoon. En weet je, hoe ik jouw verhaal hoor, denk ik van, Adil, you can do the same thing. Ja, maar dat is ook echt. Iedereen kan het. En, maar het is spannend. En ik ben nu vandaag. Kijk even naar mijn bericht, want ik word zo opgehaald om naar werk te gaan. Nee, ik ben aan het luisteren. Ik ben nu 9 maanden weg van huis. Vandaag precies, of gisteren. En weet je wel, ik ben nog steeds niet waar ik wil zijn, maar ik ben wel onderweg. En het is gewoon fucking eng. En daarom doen mensen het niet, weet je wel. Maar ik bedoel, iedereen kan het. En vooral als je kijkt in landen zoals waar ik nu ben, Vietnam, Thailand, whatever. Je hebt geen 2 jaar. Het is mooi als je het binnenkomt, 2000 euro, maar je hebt het niet nodig. Je hebt het echt niet nodig. Hoeveel had je gespaard voor je naar Vietnam ging?
Wat toen ik wegging 9 maanden geleden had ik denk 17.000 euro. Oh ja, oké, dat is wel een behoorlijk bedrag inderdaad. Je zei ja. 2000 euro, ik dacht, hè, wat? Nee, ik had 17.000 euro, denk ik, toen ik wegging. Ik denk 15, ik had nog 2000 euro openstaan met mensen. Ja, 17.500 euro ongeveer. Jezus. Ja, dat heb ik allemaal niet meer hoor, nu. Als je zeg maar zo terugkijkt, had je dat, met wat voor bedrag zou je nu weggaan, zeg maar? Wat adviseer jij mij? Wat denk je van Adeel, dit is een schappelijk bedrag om gewoon in de backhand achter de hand te hebben? Ik denk als jij... ik ben altijd een safety chick nu, want ik heb ook heel lang niks gedaan. Ik heb heel lang zitten twijfelen wat ik moest doen. Ik heb heel veel geld uitgegeven aan veel te dure cursussen. Ik denk dat ik nu nog 8.000 euro heb, 8.500 euro over. Ja, maar de val nu. Zeg maar, met deze meid, met de skills die je hebt, de website die je hebt... Als je 10.000 euro hebt, dan ben je meer dan 7. Dat is heel wat meer dan 7. Dan zou je dan bijvoorbeeld, zeg maar... Oh, ik denk als je 5.000 euro hebt, ben je goed. Dan kan je zeggen bijvoorbeeld, ik heb de komende 6 maanden geen klanten, maar ik kan wel in Azië leven voor de komende 6, 7 maanden. Ja, want je hebt de skills. En zolang je actief blijft zoeken naar klanten en er gewoon vooruit gaat, ben je wel... ben je gewoon safe. En helemaal hier in Azië, het is gewoon zo goedkoop. Dus ik denk als je meer dan, als je zeg maar 10.000 euro hebt, dan ben je meer dan safe. Dan zou ik gewoon een ticket boeken en vertrekken. Ik denk dat ik voor die 5 ga, want dat komt wel overeen met zeg maar de komende 6, 7 maanden. Zeg maar, ik heb een apart potje waar ik gewoon niet naar kijk, zeg maar. Dat is ook iets wat ik heb moeten opzetten. Als ik geld op mijn rekening zie, I feel rich. Dus ik moet het niet zien. Ja. Ik heb echt aparte potjes waar ik zeg maar één waar ik geen toegang tot heb. Gewoon niet op de app. Ik kan alleen maar inloggen op internet. Maar dat is heel gedoe. En dan gaat het allemaal weg, weg, weg. En bij de ene tik ik wel 5.000 euro aan het eind van het jaar. Dus het komt wel overeen met mijn lijn. Ja, ik denk als jij 10 ben je meer dan 7. 5 is prima. Je vertrekt al met vaardigheid, met een container al opgezet om geld te verdienen. Klopt, ja. Kijk, en ik ben vertrokken met niks. Spannend. Of ja, ik had... 70k is geen niks. 70k is geen niks. Je safety! Ik vertrok met een droom. En ja, ik snap het een stukje. Ja, weet je wel. Je hebt die container gaan bouwen. En eventjes daar. En ja, ik duik ook, weet je wel. Jij moet je eigen podcast hebben. Echt waar. Het is ik ben in mijn kijkers. Zo powerful, man. Ja, man. Echt waar. Het feit hoe je op... Zeg maar, ik vertrek met een container. Daar ben ik aan het bouwen. Jij bent gewoon vertrokken met een... Fuck you, man. Ja, maar ik ben ook iemand... Ik moet springen. Want als ik niet spring, blijf ik... Wat jij ook hebt, dan denk ik... Oh, werken. Wauw, ja, ik wil misschien als jij... Misschien, dat kan ik misschien wel aan jou vragen. Want jij hebt ook dan een podcast over je eigen leven. Ik wil het nu nog niet doen, hoor. Want ik ben nog niet... ik weet gewoon dat het heel veel tijd... Het gaat heel veel tijd in zitten. En er komen ook heel veel emotionele dingen naar boven. Waar ik misschien nog helemaal niet klaar voor ben. Wat ik weer eventjes zo kan doen. Maar ik heb gezegd, 31 december wil ik een podcast hebben staan over mezelf. Of over mijn eigen leven. Maar daarin wil ik een soort... Ik wil wel een verhaallijn hebben. Mag ik jou wat erover vertellen? Hoe ik dat doe met een podcast? Ja. Zeg maar, dat allemaal wat je noemt zijn allemaal blokkades. Ja. Van, ik wil pas dit, ik wil zus. Terwijl jouw verhaal is jouw verhaal. Ik heb voor mezelf, mijn eigen podcast, heb ik een audiodagboek genoemd. En jij begint niet een dagboek pas in december. Je begint hem gewoon. En natuurlijk wil je een verhaal, maar wat is die verhaal? Die verhaal is pas wanneer je terugkijkt. Dan zie je wat het verhaal is. En ik heb mezelf voorgenomen van de eerste 100 episodes zijn gewoon shit. Zijn gewoon shit. Maar, nogmaals, wat het wel voor me is, wat het voor mij betekent, is het is superleuk om voor mijn kleinkinderen op een dag naar terug te luisteren. Dus dan maakt het nu helemaal niet meer uit of er een vrouw in zit of niet. Ik spreek ook heel vrij gewoon, bijvoorbeeld dan start ik mijn podcast en ik heb geen... Dan zeg ik ook gewoon van, ik heb geen idee waar ik over wil praten vandaag. Maar het rolt uit je tong en op dat moment, tuurlijk hak op de tak... Maar daarentegen heb ik wel mijn andere product waar ik wel research voor doe, waar ik wel de tijd voor neem. Maar mijn eigen podcast, I mean, man. Het is zeg maar net als films. Zwart-wit, geen geluid. Dat was de norm. Totdat geluid kwam. Radio was de norm. Totdat tv kwam. Wie gaat er nou tv kijken? Iedereen kijkt tv. Paard en wagen was normaal. Totdat er een auto kwam. Wie gaat er nou een auto kopen? Dus ook met jou, wanneer jij zegt van, ik wil een verhaal in. Dan zeg jij, ik heb een bepaald beeld van hoe het zou moeten.
En dat beeld waar je dat vandaan hebt, is doordat je naar anderen hebt gekeken. Maar er is maar één. Valerie, jij hebt zoveel diepgang. Ja. Ja, dit kan al zeg maar je eerste podcast, gewoon de introductie van, en men hoort dan de groei, men hoort de twijfel, men hoort de, hey, hier zit wat meer achter. Ja, misschien moet ik ook gewoon eentje opnemen. Well, ik denk dat de audiosnippet van dit alleen al, als ik jou dit naar je toe stuur, zeg maar al echt wel zeg maar gewoon de nul is, de start. En dan de tweede episode is van, hoe voel je daarbij? Weet je, wat ga je er nu mee doen? Je hebt het zeg maar al. Het hoeft echt geen tijd. Ja. Gewoon wekelijks gewoon even zitten. Ik gebruik het als mijn dagboek. Dat ik gewoon even wekelijks zit. Ja. Weet je, hoe gaat, wat ik nu wel meeneem in, als vast format in mijn podcast. Staat nog niet online. Is dat stukje mijn dagboek. Weet je, hoe is deze week gegaan? Hoe voel ik me erbij? En wat ga ik doen? Heb ik dat stukje vast. Dat cool. En daaromheen praat ik gewoon. Daaromheen ben ik gewoon aan het praten. Maar dat stukje, dan hoor je van. En dan vertel ik ook gewoon waarom ik dingen niet heb gedaan. Why I fucked up? Waarom heb ik deze week nog geen tyfus uitgevoerd? Ja, omdat ik zondag te laat naar bed ben geweest. Weet je? En dan, Tim Ferriss zegt dat ook heel mooi. Hij zegt, mijn dagboek is daar niet om mijn dag te dag te controleren. Maar om de zoveel tijd kijk ik terug en dan zie ik bepaalde thema's. Bijvoorbeeld, bij mij is een thema dat ik zondag op tijd naar bed moet. Maar dat zeg ik al de afgelopen 4-5 maanden. En dan af en toe lukt het, lukt niet. Maar het is een proces. Ik ben er bewust van. Ik weet het effect als ik zondag niet op tijd naar bed ga. Dan kost het mij gewoon een aantal dagen. Maar, en then again, weer terugkomen naar het nu. I'm happy with my life. Ja, maar dus ik denk dat het ook vooral belangrijk is om dat in je hoofd te houden. En dat is wel iets wat die mindset coach ook tegen mij zei, is, ik weet het altijd wel, maar dat is dan weer, wordt het weer even in je schoot geworpen. Als je kijkt waar ik bijvoorbeeld een half jaar geleden was. Mm-hmm. En daarom hou ik van Facebook memories. Als je kijkt waar ik bijvoorbeeld een half jaar geleden was. Of bijvoorbeeld 2 jaar geleden of 3 jaar geleden. Dan denk ik, jezus man. Ik ben zoveel gegroeid in die periode van wie ik 6 maanden geleden was toen ik wegging. Tot wie ik nu ben. En daar moet je gewoon trots op zijn. Zeker, zeker. Dat vergeet ik soms. Ik ga je wat toesturen. Oh. Ik heb zo'n soort gelijk gesprek gehad met de dame. Ik ga je dat podcast sturen. Het staat nog niet alleen, maar ik ga je wel de bestanden toesturen. Ja. En luister maar. En ik weet zeker, daarna ga je eigen podcast. Dit hier nu, wat we bespreken, is podcast 0. Is introductie. Ja. Dus volgens mij zei jij het, en ik ga je woord tegen gebruiken, soms moet jij springen. Je moet gewoon springen. Ja, klopt. Ja, je voelt hem, hè? Ja. Ja. Ik moet ook springen, klopt. En alles klopt, komt, dat is ook zo. Alles, zeg maar, je bent... The time is now, man. Echt waar. Je hebt inzicht 2 weken geleden, die andere dames op je pad gekomen. Je zit goed, je helpt me. Je hebt dit gesprek, alleen heeft mij enorm veel geholpen. Je hebt geen fucking idee. Ik heb een datum, ik heb een bedrag, ik heb de services. Je zei al, je toch geen focus op je website. Dat is een goede reminder. Weet je, echt waar. Als ik jou vandaag al niet meer zou spreken, nooit meer, dan kan ik zeggen, je hebt echt enorm. Nee, ik zie je over, in februari zie ik je ergens dope, op de dope. Wereld. Eind februari, na verjaardag van moeder. Ik wil vertrekken naar de verjaardag van moeder. Ze is 17 februari jarig en daarna wil ik zeggen, maar... Bye. Dat is zo cool. Maar ze weten, dan zijn ze ervan op de hoogte, want we zouden dit jaar op vakantie gaan naar Griekenland. En op een gegeven moment had ik geen zin meer. Ik zeg maar, ik wil niet naar Griekenland gaan, ik wil mijn geld sparen. Ze zei, waarom? Zeg maar, ik wil naar het buitenland gaan, ik wil weg. Ja, maar zit je niet goed? Ik zeg maar, het heeft niks te maken of ik wel of niet goed zit. Ik wil gewoon weg. Ja, maar er is zoveel meer dan Nederland. En ja, ik weet niet. Ik mis het ook helemaal niet. Ik zou misschien teruggaan en nu denk ik echt, fuck it, ik ga niet terug. Even kijken, Val. Ik had jouw e-mailadres al. Ja, ik heb jouw Gmail. Ik ga je die bestanden sturen via WeTransfer. Ja, maar. Dan ga je zien wat binnenkort online komt. Wordt mijn introductie van Adeel Live, waar ik toffe gesprekken heb met mensen. Dit soort gesprekken. Want ja, daarin voelde ik mij geremd. Ik had het over erotiek. Maar dan had ik dit soort gesprekken. En dan wil ik niet ineens geforceerd vragen stellen. Dit is lauw. Ja. Dit is tof. En man, het voelt hartstikke. Ik ben echt zo blij met dit gesprek. Ja, cool, ik ben ook echt enorm blij voor je. Echt waar. En ook bedankt voor het delen van jouw verhaal, man. Laten we afronden, want ik moet zo naar werk. Ja, cool. Het was echt super powerful. Ik ga je die bestanden gelijk toesturen. Ja, cool. Zodat je een idee hebt. Ik heb precies hetzelfde gesprek met haar gehad. Van, jij gaat. Dit is de start. En same for you, man. Ik ben echt super trots op jou, man. Ja, thanks. Man. Oh, het is zo lief dat je dat zegt. Ja, komt helemaal goed. Hij speak to you, laten we dit vaker doen. Ja, gaan we zeker doen. Leuk, misschien, ja. Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Laat me weten wat je ervan vindt. Feedback is altijd welkom. Ik ben altijd nieuwsgierig wat het ook met je heeft gedaan. Waar je aan hebt gedacht. En hoe je jou aan het nadenken heeft gezet.
En ja, laten we connecten, man. Ik ben altijd op zoek naar like-minded people, naar de tribes, naar de community. En niet zozeer om mijn eigen konnetje te bouwen, maar het is mooi, want alles wat ik zeg tegen een ander, zeg ik tegelijkertijd tegen mezelf. En zo blijven we in wisselwerking met elkaar. Zelfs wanneer je denkt dat je weinig te bieden hebt, we hebben allemaal wat te bieden. We zijn allemaal in essentie waardevol. Ja, ik ga lekker verder met opnemen. Ik wens je in ieder geval een hele mooie dag toe, waar je ook luistert. En ja, man, stay blessed and keep on shining, man.